Waarschuwing. In deze podcast behandelen wij aflevering 5 en 6 van de streamingseditie van Wie is de Mol. Er zullen dus spoilers te horen zijn. Welkom bij de T Kijk TV. Ja, en, nou Kijk, de ja, en nu ja, begint het. Nu is het, het dus design hele, design. Dat bord helemaal vol. Ja, weet je, Johan, je hebt gewoon uh, mensen met een achterstand. heb je gewoon... Uh, of niet mensen met een achterstand. Oh, 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 oh. Eerlijk gezegd wilde ik een beetje naar huis toe. En dat heb ik ook in mijn afvallersdagboek neergezet en geschreven. Van, ik, ik was er gewoon klaar mee. De podcast waarin je iedere week wordt bijgepraat... over jouw favoriete realityprogramma's. U luistert naar de Wie is de Mol podcast van De Telegraaf... waarin ik samen met de afvaller of afvallers... terugblik op hun avontuur in de streamingseditie van Wie is de Mol. Mijn naam is Max van den Broek, verslaggever bij De Telegraaf en Molloot. En volgens mij zijn ze bij de regie hier een beetje in paniek, want ze hebben nog nooit zoveel mensen tegelijk in een studio gehad. Uh, het was een slagpartij met drie afvallers. Ben, Johan en Time. Welkom. Ja, dankjewel. dankjewel. Dankjewel, zitten we dan. Ja, oh. daar zitten jullie dan. Ja, 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 hoe gaat het met jullie? Ja, het is sowieso leuk om elkaar weer te zien. Zeker oh, Dat wel, vind ja. ik heel tof. Dat is gewoon heel gezellig. En uh, het is een volle bak inderdaad. Het was echt een slagpartij. <laughs> ja, het ging hard. Zo ga je van heel veel naar heel weinig. Ja. Leuk om ja. hier te zijn, maar aan de andere kant ook weer niet. Ja, want je bent wel uit het spel. Ja, ja. Ja, hoe voelt dat nu het wereldkundig is? Ja, op zich. Ik denk wel dat mensen, in ieder geval mensen in mijn directe omgeving, teleurgesteld zijn. Die, uh, ik had wel een aantal mm. mensen die dachten: van oké okay, Johan, jij komt wel ver. Je bent misschien zelfs wel de mol. Oh, ja. uh, dus die moet ik hierbij teleurstellen. Ja. Uh, maar ja, weet je, volgens mij kunnen we allemaal terugkijken op echt een waanzinnig avontuur. Dus, uh, dus ja, het is, uh, het is voorbij. Ja, nou terugkijken gaan we zeker. Ben, wist je dat jij veel uh, verdacht werd onder mijn lood? Hè? Ik uh, heb het inderdaad wel meegekregen, ja. Ik uh, lees hier en daar wel eens wat en ik hoor ook wel wat. Dus dat is ja, in eerste instantie super leuk om allemaal te zien, te horen, te lezen. Um, onwerkelijk eigenlijk ook nog wel dat mensen het over je hebben. Ja. ja dat, 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 dat went niet echt. Ben je natuurlijk niet gewend? Want nee, je bent, totaal. Uh, ik geen bekende Nederlander zoals bij de andere sessies. Precies. Nou? Ja. Dus ja. dat is soms nog wel even onwerkelijk, maar het is wel super leuk om allemaal te zien. Ja. Um, als je dit van tevoren tegen me had gezegd, ja, dan had ik gezegd, nou nee hoor, dat denk ik niet. Ja. Maar, uh... maar Waarom denk je dat het komt dat mensen jou verdacht vonden? Nou, ik heb nu dus ook wel wat dingen van mezelf gezien. En ik moet ook zeggen, er gebeuren af en toe wel dingen dat ik ook later bij mezelf denk van ja. Ik vind je wel verdacht ik hoor. Ik verdenk mezelf ook, zeg maar. Ja. Ja. Ik schrijf je nog steeds op in mijn boekje. Ja. Wat, uh, wat vond jij ervan, Tim, dat uh, iedereen over je aan het praten was? Ja, Daar moest ik ook wel aan wennen, eigenlijk. En uh, ja, bij mij zeggen ze vaak dat ik heel irritant ben. Of uh, dat ze me zo vervelend vinden. Dus dat zei ik ook tegen mijn vrienden, moet ik wel zeggen. Ik zei van ja, ze zeg op Twitter dat ik irritant ben. En toen zeiden mijn vrienden van nou ja, je bent ook best wel zo irritant. Dus toen dacht ik ja, oké, okay, als dus zij het zelf ben je zeggen. gewoon jezelf. Nou ja, dat is het punt. Ik ben gewoon heel op mezelf. Dus mensen denken volgens mij dat ik een soort rol aan het spelen ben. Van een soort enthousiaste iemand die alle kanten op vliegt. Maar ja, dat is wel een beetje wie ik ben. Dus ik heb me eigenlijk niet aangepast. Ja. Je doet wel een beetje, je speelt het spel wel, maar ja. ik heb me niet anders voorgedaan dan ik ben. Dus ja, sorry als mensen me echt irritant vinden, dit is wel wie ik ben. Ja, ja precies. Mijn vrienden ja. die zeiden echt van, het valt ons gewoon op dat je gewoon minder op de voorgrond bent. Mm -hmm. ja, dat dat, je, ze zeggen ja. van, Johan, jij weet altijd heel duidelijk wat je, of je links wil of rechts. Dat je duidelijk een keuze kunt maken. En nu zag je bijvoorbeeld van, goh, wil je naar of de zoek of wil je naar uh, in het auditorium blijven. Dat ik eerst gewoon me onthoud van stemming. Omdat ik zoiets heb van, ik wil juist kijken wat doet de mol. Wat ja. doet iedereen. Tuurlijk. En dat maar vinden ook... mensen dus nu heel verdacht, omdat ik normaal gesproken veel eerder een keuze maak. Oh, die herkenden jou eigenlijk niet? Nou ja, ze herkenden me wel, maar in ieder geval ze vonden dat en In bedacht, hoe je deed? Ja. Dat je dan toch oh, net oh, even ja. wat anders bent. Ja, anders ja. vonden ze je, ja. je daarom ook verdacht misschien? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Wat ja. 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 grappig. Waren ja. jullie een fan van het programma al? Ja. ja. Ik durf het bijna niet te zeggen. Oh. oh. nooit gezien? Nee. Je had het nooit gezien? Nee, opgegeven. Oh. niet. Oh, maar waarom nee. heb je je dan nee. opgegeven? Nee. Nou, super, ik zag de game en ik ja. uh, zag dus wel van de makers van de Verraders. wat ik echt een topprogramma vind. Nou, oh, je bent en, er zo heen. Ja, ik ben er zo heen, helaas. Ja, net zoals andere <laughs> Ik ben er zo heen. <laughs> hey, ja, ik, ik zag dus die oproep en ik zag dus de Verraders en de makers van Wie is de Mol. Ja, en dan dacht ik dacht daarbij wel van: nou, oké, okay, dit kan niet anders dan tof zijn. Mm -hmm. ja. Laten we dit gewoon doen. Nou ja, en toen ik dus uiteindelijk wist: van, nou je mag meedoen aan de game. toen heb ik mezelf wel een beetje voorbereid. Als in. Um, nou, alle seizoenen van De Verraders had ik al bekeken. Die, had ik al, die waren al weg. Andere landen, België, Amerika, Australië. Ik had het allemaal al gezien. Ja. En ik had toen wel zoiets van, nou, ik ga toch wel even twee seizoenen Wie is de Mol kijken. Oh, toch wel? Ja, ja, zeker. Niet dat je denkt, shit, verkeerde programma gekozen om, te, om je voor te bereiden. Zeg. Nee, ja, goed. Ik wist, ik wist dat het van de makers van en van was. Dus ja, ik had wel ja, zoiets ja. van, nou, dan is het misschien ook wel handig om dat even te bekijken. Ik had ook zoiets van, nou, laat ik een programma als De Onbekende ook eens kijken. Nou, daar ja. heb ik één aflevering van gezien. Daar ben ik niet ver meegekomen. <coughs> Sorry. Recensie. Ja, daar ben ik niet heel ver meegekomen, maar ja, ik had dus wel zoiets van nou, laat ik dat eens dus even gaan kijken. Dat kan handig zijn. Ja, ja precies. Ja. Mijn eerste seizoen was 2005 met Ivan Jaspers. Ja. Uh, dus ik wist wel een beetje van wat er gebruikelijk was bij Wie is de Mol. Dus. Het verbaasde me echt. Ik, op een gegeven moment ik heb ik dus die kapperzaak volledig overhoop gehaald. Op zoek mm. dus naar Troever. Ja. Het verbaasde me echt dat iedereen dat heel verdacht vond. En dat niemand dat ook deed. Want ik dacht, ja jongens, je wilt toch niet dat er straks zeg maar, zo'n shot komt. Dat je gewoon voor langs een, een joker bent. Nee, gelopen. dat weet je niet. Nee, ja, en, en ik ging in een steegje. En volgens mij en, uh, op zoek naar een of andere kapper. Dus wat dat betreft, uh, ja. daar waren wij mee bezig. Maar uh, nee, ik snap het wel. Want ik, had het, ik keek het vanaf Dennis Wening. Die dan geld uit het cruise ship gooide. En zo. Dus ik keek het ook echt als kippen. En dan met papieren opschoten en bijhouden. En ja. op een gegeven moment door de boom. Het bos niet meer zien, maar je hebt zoveel informatie verzameld. Dus ja, ik heb het echt, was echt dedicated. En nu heb je gewoon zelf meegedaan. Ja, bizar, hè? Bizar. Dat je opeens in het, ja, het is toch wel een van de grootste programma's van Nederland. Toch, als je kijkt naar hoeveel mensen naar kijken, hoeveel mensen het over hebben. Ja, dat vond ik wel echt. Je ziet me ook zitten in die auto. Iedereen is helemaal, waaah, en ik ben dus gewoon in shock. Zodat ik zeg, wat is hier aan de hand? Ja, ik ja. was echt in shock. Ja, ik moet ook wel zeggen, ik bouw ook echt wel dat ik het niet eerder, uh, eerder heb gezien, allemaal. Hmm. Dus ik vind het ook echt heel tof nu inmiddels. Ga je terugkijken. Nou ja, nee, dat niet. Maar ik ga het vanaf nu wel natuurlijk gewoon ja. volgen steeds. Het is wel anders vind ik om te zien nu of zoiets. Want uh, het is toch, als je er nu naar kijkt of zo, dan, het is, je hebt het nu zelf gedaan of zo. Dat weet je niet. Het is ja, toch anders. Ja, je gaat ander... er toch anders naar kijken. Ja, 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 ja. Ja, je weet nu ook veel meer hoe dat achter de schermen eraan toe gaat. Dus dan ga je ook dat zien als je tv kijkt. Ja, Ja, ja. dat kan ik ja. me wel voorstellen. Uh, goed, we hebben enorm veel te bespreken, dus we gaan lekker door. Uh, aflevering 5 begon met het sprookje van Hila. En het verhaal dat jullie als groep kandidaten drie stops moesten maken tijdens jullie tocht op een. Kameel, of was het een dromedaris? Ben, leg het ja, nog ja, Kameel, hè? Kameel, heel ja. goed. Nou, dat deed het uh, Johan en uh, Tima, jullie gingen samen met uh, Niree bij de eerste stop tapijt glijden. En daarbij mochten jullie geen water morsen. Uh, Niree had driekwart van haar kan leeggegoten, uh, Maar niet in de vaas uh, waar het in moest. Uh, Tima, jij bewees eigenlijk dat het, uh, dat het wel gewoon kon. Dat het gewoon goed kon gaan. Uh, ja, ik was een soort van uh, uh, voortrekken, wat dat betreft. Dus ja, uh, ja ik had gewoon... Ja. Rustig naar beneden, ja, ging goed. Ja, top. Uh, hoe was dat? Hoe, hoe was de, het overleg tijdens dat opdrachtje? Hoe ging dat? Nou, het was vooral heel erg gezellig. En we hebben zo gelachen. Ja? Ja, het, want het was een beetje, het was echt zoeken van hoe gaan we dit doen? Dus je ziet mij op een gegeven moment ook echt een buikschuiver maken met mijn benen in de lucht, omdat ik jou probeer zeg maar van die berg af te, af te drukken. Het was echt zoeken van oké, okay, hoe gaat ons dit lukken? Um, dus ik herinner vooral zeg maar, dat het heel gezellig was. Ja. ja, het was ook gewoon een beetje zo'n antiklimax. Dat je dan zo naar beneden gaat. Ja. En je denkt, oh, nu gaat het komen, nu gaat het gebeuren. <laughs> je gaat van die berg af en dan. Oké, okay, gaat heel lang. Dus je moest echt wel een beetje zoeken van hoe gaan we het aanpakken. Dat we toch zorgen dat je wel snel naar beneden komt, maar niet te veel weer mors morst, natuurlijk. Dus dat is een beetje puzzelen. Nou, jullie mogen hier natuurlijk niet op reageren, maar ik vond Niree erg verdacht bij dat stukje. Uh, want uh, ja, dat, 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 haar, dat haar kan überhaupt dat driekwart leeg is. Maar ook dat ze volgens jou, volgens mij. Uh, veel te hard naar beneden trekken, waardoor jouw kan ook leeg en Zo, ik zeg niet dat ik in een tunnel zit, maar goed, dat, dat viel mij in ieder geval heel erg op. Waar lette jij heel erg op uh, tijdens deze opdracht, Johan? Uh, of kon je, kon je opletten ja, tijdens, nee. tijdens het spelen? Ja, want ik weet nog heel goed waar ik op lette. Uh, want dit was weer zo'n opdracht waarbij niet Hila het geld gaf, maar dat het geld gedurende de aflevering zeg maar uh, in ons handen kwam. Ja, dus ik had echt zoiets van: oké. Okay. Ik weet sinds die munten dus nu in, uh, in beeld zijn en het feit dat andere mensen ook geld kunnen, uh, kunnen hebben, dan weet ik gewoon, oké, okay, ik moet achter dit geld aan. Want ik wist gewoon dat als ik het in mijn eigen handen had, in mijn eigen zakken, dan werd het in ieder geval niet uitgegeven en werd in ieder geval geen jokers uh, gekocht. Dus ik nam mijn penningmeesterschap heel serieus. Ja. Dus je ziet mij ook echt gewoon een soort van letterlijk follow the money. Oké, okay, waar is geld? Dan joef, ga ik er achteraan om ervoor te zorgen zeg maar, dat, ik het, uh, dat ik het binnenhaal. Ja. Uh, dus dat herinner ik me ook vooral van die, uh, van die opdracht, ja. Oké, okay. stop 2 bij de telefoon. Uh, wanneer hadden jullie in de gaten dat jullie de Efteling aan de telefoon hadden? Ja, maar dan was het ook weer. Zei ze niet Fata Morgana? Ofzo, maar zei ze ik sta bij de Fata Morgana en dat, Max, dat het, ja. was echt wel een momentje dat je denkt. gaat er door je heen? Ja. Ook weer een soort shock dat je denkt, hé, we zijn nu live. Op dit moment met iemand die <tist> in de Efteling staat. Dat is toch? Dat was wel echt mindfuck, hoor. Dat ja. je denkt, hé. Hoe, hoe, hoe kan dit in vredesnaam? Ja, dat was ik kan me voorstellen een... dat dat heel serieel sur is. Ja, nou. dat, ja, dat echt was denk, echt heel surrealistisch. Wat, dit, ja. Bizar. Maar ook voor die mensen die moeten ja. nu ja. zeg maar dit zien, die denken. Oh, en nou, Jelmer nou, ook. Oh, Jelmer heeft gezegd van dat ze hun geld zou verdienen. Dus, ja. ja, dat is ja, wel echt. echt. <laughs> Wij heel slim. Maar hebben jullie, dat, hebben jullie dat nog goed gemaakt? Want ik vond het echt. Ik zat dat te kijken. Ik dacht, nou, dit is best wel zielig. Ja, hij heeft haar een auto gegeven volgens mij. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, heeft zich niet gemeld. Nee, tot nu toe ja. niet. Nou, niet wil... bij ons. Nee, ze ja. kan een meeting greet krijgen of zo als ze wil met een van ons. Poppie, ja, koffie prima. bij Jelmer, bij ja, een van de tenten. als misschien is. met de podcast hier wil aanschuiven. En hier ja, is ja, ze dan. Ja, nee, maar... ja hier we je even live sorry zeggen. Ja. ja. Sorry, maar ook bedankt. Ja, ja, ja natuurlijk. Bedankt. Ja, natuurlijk. Ja, kijk ze kijkt ja, het, kijk ze het ja, niet eens. Ja. Ja, heeft ze heeft het nooit doorgehad. Ja, ja, precies, precies, ja, precies, precies. Ben, ik zag jou ook nog een poging doen tot een soort uh, molactie. Of in ieder geval jezelf verdacht maken of zo, denk ik dan. Iedereen was van overtuigd dat je het bakje met uh, J, L en het driehoekje moest nemen. Dat was duidelijk gecommuniceerd. Maar jij wilde toch sturen op een <kuggen> ander bakje. Was dat nou tactiek? of ja. Wat was dat? Ja, nou, Daar leek het wel een beetje op. Hè? Nee, maar ik kan je vertellen, dat was, dus, dat was dus echt niet zo. Het was meer een beetje zo van behoeden. Okay. Want, um, nou dan neem ik je even mee terug naar de opdracht in het fort. Nou, jullie weten denk ik wel wat ik ga zeggen. Ja, het is, we horen het woordje go en we peren hem en we gaan er vandoor. Maar er is ja. geen tactiek, er is geen... <laughs> Jongens, laten we het zo doen, laten we dit doen. Nou, je hoort mij ook nog zeggen bij het kistje: van allemaal kijken. Dus ik wil wel erop wijzen dat iedereen eventjes ermee bezig moet zijn. Nou, er wordt gelijk al geroepen: ja, die is het, die is het. Ja, ik zag ook wel dat dat hem was. Ja. ja, er was er ook nog eentje die leek er wel een beetje op. Dus het is wel handig om even met elkaar toch even te kijken van, nou, ja, is het hem echt? Nou, ja. dat, dat was eigenlijk echt de insteek. Ja, Ik kan begrijpen wel... dat het heel anders overkwam, maar dat was wel echt de insteek. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Kan dan ook heel uit. slim zijn als je dan ziet dat iemand anders zeg maar, hè, dan zegt van, oh ja, misschien is dat hem wel. Dan kan dat inderdaad een manier nou zijn. Ja, om dit, had, dit had, dit had, dit uh, had, als je niet was afgevallen, had dit uh, typisch iets kunnen zijn wat Molotov heel erg uh, 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 zeg maar had uh, gespitst van, oh misschien is het toch Ben uh, ja. de Mol of zo. Dus uh, nou ja, de, uh, aan alle kanten misschien wel slim. Uh, uiteindelijk. Was er daar de oplossing? Er werd gezegd aan de telefoon, maan. Maar Tim, ja. jij was aan de telefoon. Ach, ja. En jij deed daar niks mee. Nee. Nee, maar als je ja. goed oplet. Nou, want ik wist. Nee, maar dit is echt het punt, dit is echt het punt. Ik heb daar gewoon heel lang met die mensen aan de telefoon gestaan. Ja. En, die, en die vrouw die was maar aan het zoeken. En Op een gegeven moment kwam die man erbij. Ik zeg: joh, je moet wel even erbij komen. Want anders weet ik niet wat er gebeurt. Dus die man ging uitleggen. van, nou, Ze is nu dit aan het doen. Ze is nu dat aan het doen. Ze gaat nu daarheen. En we konden dus niet zien wat ze deed. En als nee. je dus kijkt naar die beelden. dan zie je haar ook rondlopen en zoeken. En dan vindt ze hem dus uiteindelijk die X. Wat doet ze? Ze vertelt het tegen haar man. En die man die zegt het dan vervolgens niet tegen mij. Ja, die dacht de groeten, Jij denk. hoorde ja, niet uh, dat zij dat zei. Want ze was best. Nee, maar je hoort dat zij het zegt tegen hopje, hem. hem ja, maar ze roept het buiten het, het hokje net een beetje naar hem. Hij staat binnen met die telefoon in zijn hand. Dus en... je hebt het gewoon niet gehoord? Ik heb het niet gehoord. Je hebt niet het woord maan gehoord? Ofwel? <laughs> Wat wel, hè? En je stuurt hem even naar het einde van de ja, rit. Je, je mag het nu gewoon zeggen, Je zit niet meer in het spel. Dat is een half jaar geleden, joh, gek. Nee, uh, nee, 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 nee. Maar uh, nee, ik heb, het, ik heb het niet gehoord. Ik heb het niet gehoord. Anders had ik het. Nee, nee, ik weet het niet. Nee, ik heb het echt niet gehoord. Nee, 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 nee. nee. Dat ja, wil ik, ik wil het wel zeggen. Het nou Anders hier het... een leugen Toevallig. <laughs> ja, gans, uh... Ik zit eraan. Nee nee, 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 nee. Ik heb het echt niet. Uh, ja, nu kan ook. Alles. Nee, 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 het is echt zo. Ik heb het niet gehoord dat ze Maan zei. Het was uh, totale chaos aan die kant. Ja, ik was die, mol, die man, was de mol. Ja, en volgens mij, ik stel. Ja, die man, ja, dat was het ja. En uh, dus ik stel dan een vraag aan die man, en daar geeft hij dan heel keurig antwoord op, en dan laat hij gewoon volledig die vrouw achterwege. Ja. Ja, zij heeft het antwoord, je moet naar haar luisteren. Dus ik zou ja. zeggen: dus ze laat schreeuwen rekenen. naar je tv, toen je daar terugkijken ja. als ze zegt het. is oh, echt het, ja. hij, je had het ja. kunnen doorgeven, maar je doet het niet. Dus, ja, ja. Nou, die man mag in ieder geval niet meedoen naar wie is de mol komen. Nee, mij het in niet. het nieuwe seizoen dat er eventueel misschien wel aan zit te komen. Dat weten we natuurlijk nog niet. Stop 3, het magneetspelletje. Ja, ja. Uh, dat leek best wel makkelijk. Maar was dat het ook? Ja, Max, ik hoef jou niet te vertellen niets is wat het lijkt. Nee, het, het, leek, het, het leek makkelijk misschien, maar het was niet makkelijk. Het, nee. Uh, nee, het was best even moeilijk. Het was de eerste keer dat wij dat spel speelden. Ja. Nou, deze listige koopman had het wel vaker gespeeld. Ja. Dat was ook wel te zien, dus het was wel even inkomen. Ja, dat snap ja, ik. Dat nee, snap. het was niet heel makkelijk. Okay. Nou, ik had wel, toen ik dat aan het kijken was, van... Uh, het lijkt me best wel leuk of zo. Dus ik dacht, ik, ik wil het hebben. Dus... Oh, we, gaan het nu oh, we gaan het spelen. Ik zat we nog te denken van uh, besta of Tenminste, kunnen wij er ook aan komen? Ja, zeker. Tiendje nee. op Amazon. Oh, dan dan ik dacht ja, cool. dat er een naam geweest maar het niet. Nou, nou gaat het, het uh, gewoon weten. Dus, uh, uh, mocht je, mocht je uh, dit luisteren via Spotify, uh, schakel ik al even YouTube aan. want ja, kan Dat je zou ik zeker zien. Leuk. Dus we gaan even kijken. En willen jullie voor? En net zo vaal spelen als die man, Max? Ja, zeker. Het lijkt wel een beetje de XL-versie. Ja, dit is inderdaad een iets grotere variant. Maar dat is ook allemaal goed. Dus je moet heel even ondertussen uitleggen wat dan de tactiek is is ja. hoe je dit spel speelt. Dus we gaan gewoon even samen nou, de, de tactiek is, is dat je eigenlijk gelijk een beetje begint met al vervelende plekjes uit te kiezen. Oh ja, Dus dat je al een beetje dit doet. Ja, dus ik moet er al een beetje in de buurt liggen. Ja, je moet eigenlijk al een beetje vervelend gaan doen. Doe. Moeten we nog uitleggen voor de luisteraars wat er gebeurt? Of, ja, ja, doe je oh, even het commentaar ja, tegen. Kijk, ja, ga commentaar. Nou, Ben ja. legt net, Max legt weer een balletje. En tot nu toe klinken ze niet aan elkaar vast. Want het is allemaal magnetisch, mensen natuurlijk. Dus ja. het is heel spannend. Want op een gegeven moment, als er één balletje aan elkaar klikt, dan heb jij, moet je dat balletje mee terugnemen. Je moet zorgen dat je al je balletjes kwijtraakt. Ja, ga je. Oh, ja. Kijk, daar gaat hij. Max heeft twee die balletjes aan elkaar. Nu heb je twee balletjes. Dus ja. je moet zorgen dat je die ook weer kwijtraakt. Ja, precies. En dan moet je... Oeh, ik zag een balletje bewegen. Ja, opweeg, hij beweegt helemaal. Maar dat ja. had ik natuurlijk dus, het natuurlijk ja. geoefend. Maar oh, je hebt het wel geoefend. Oh ja, ja. ja. Kijk, ja heel simpel. Ik ben niet helemaal eerlijk, hè? Maar maar, je dat, uh, Ben? Ja, nou, je hebt toch ook geoefend? Je hebt dat live op televisie van Ja, geoefend. half jaar Ja, maar ja, 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 dat nee, was gelijk nee, voor de hè? Ja, ja. <laughs> ja. En uh, het is nog geen spannend band. Ben gooit een... Uh, Kijk, en gaat het spel beginnen. Ja, en nu begint het spel. En nu is het dus helemaal... Dat bord helemaal vol. Het is magnetische balletjes. Ja, ja. Kijk, dit is het, hè? Ja, ja neerleggen? Maar nou, moet, nou is het dus de vraag. Ja, nou waar moet ga je, ik, neerleggen? ik zie hem al hè. Oeh, Oeh nou gaat goed. Ja. Ik zie hem al. Oh ja, daar had dat nog gekund. Kijk, opa. Kijk, je moet je dus voorstellen als je als Spotify luistert, het bord ligt nu helemaal vol en het is echt struggelen waar je hem neerlegt. Want... Oeh, ja. Oh, ja. Ja, daar gaat hij is weer dit zeg maar. alletje erbij. Ik heb er nog drie. Ja, ik heb dus geprobeerd om, om. Of het überhaupt mogelijk is om hem recht langs te leggen. Maar dat kan niet. Oh, oh. Ja, nee, dit, dit is gek, hè? Oh, oh. Ja, maar nu zit ze niet in jouw vast. Nee. Dus wat, wat, wat heeft die man? Ja, officieel moet ik ze wel pakken nu. Ja, dit, oh, dit, dit, dat, dat heb ik gelezen als regel. Weet je, we ja. pakken ze gewoon. Ja. Dit, dit is dus het spelletje. Maar jij Hij had het erover dat Jij had het erover dat de man vals speelde bij jou. Nou. Nou, vals spelen is een groot woord. Maar hij, het woord zegt het al, hè? Listige koopman. Dus ja, hij deed soms wel wat. Hij had wel wat trucjes in petto. Zoals was? Dat... Nou ja, dat hij dan een balletje neerlegt en dat hij dan een klein beetje inderdaad zijn vinger erbij heeft. Dat het, nou, hè? Dat oh. het dan een beetje. Ja, hoe zeggen we dat? Ja, maar, maar toch gewonnen, Beetje dus dat is goed. Toch gewonnen. De ja, het was echt heel leuk om het te zien. Tenminste, want je, je hoort hun verhalen en je denkt, ja, wat voor spel is dat dan? Een Ze dat je dat je, dat nou je ja. hebt er geen beeld bij. Je hebt echt totaal geen beeld bij nee. en dan zie je het je denkt, wow. Ja, dat is wel echt heel, uh, heel tof. En goed gedaan, want geld verdiend. Ja, precies. Toen was daar uh, Hila's aanbod om filmpjes aan te kopen. Uh, ben, was er een moment uh, dat je dacht, hier uh, zit behalve het min geld nog meer consequenties aan? Uh, ja zeker op dat moment sta je daar en dan gaat er eigenlijk van alles wel door je hoofd eigenlijk het eerste wat door mijn hoofd ging was op het moment dat ik het aanbod kreeg van nou ja goed oké okay, ik doe het uh, maar ja goed ik moest een tent in en ik dacht eigenlijk van nou ik ga nu die tent in en daar zitten ze met allen, ze zitten me op te wachten en ik, ja ik ben erbij daar ga ik ja dat was eigenlijk het eerste wat in me opkwam dat ik dacht nou ik ga nu dat aanbod aannemen nou oké okay. en dan uh, ja dan zitten ze daar binnen en dan kijken ze me allemaal zo aan van ja weet wat jij hebt gedaan ja mm. Nou ja, maar dan gaan wel meer dingen door je hoofd hoor, overigens. Maar ging het door je hoofd heen dat, je, dat er bij de eliminatie twee mensen zouden afvallen? Dat dat dan de consequentie zou zijn dat, dat er te veel geld is uitgegeven? Nee. Nee, nee dat, uh, dat, is niet, uh, dat is niet door me overgaan. Nee, precies. Nee. Helaas niet. Oké, okay, Johan, had jij? Had jij uh, <laughs> Wat is er? Uh, zeg hoe is het, nou, okay, hoe zeg is het? Max. Oké, nee, hoe is het idee dat jij wellicht het spel uit is omdat uh, uh, ja, omdat door deze twee mensen. Door deze twee mensen. Dan ben je zelfs iets meer, hè? <laughs> ja, nou, deze twee mensen hebben geld uitgegeven waardoor jij misschien wel het rode scherm hebt gehad. Ja. Wat vind je daarvan? Ja. Nou, toen ja. Oh, 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 oh. Nu okay, gaat het komen, hoor. Oké, okay, nu komt het. Ja, eigenlijk had ik wel zoiets van, van toen dit aanbod werd gedaan. Ik realiseerde me direct van, oké, okay, dat kan wel eens. Want wij, ik heb natuurlijk zelf ook zo'n video opgenomen. Dus ja. ik had zelf direct wel een vermoeden welke video we zouden zien. En toen dacht ik van, ja, hoe heb ik dat zelf beantwoord? En toen dacht ik, ja, jongens, hier schieten we niks mee op. Dit is mm -hmm. iets. Dit is een soort verleidingsactie om vooral heel veel geld uit die pot te halen. En ik vond op zich de pot vond ik al niet heel erg vol zitten. Dus ik denk, ja, dit wordt echt een kaalslag. Dus ik, ik dacht, nee, om in bankierstermen te spreken, echt een slechte investering. Okay. Uh, en helaas zeg maar, uh, dachten anderen er anders over. Ja. Uh, ja, maar dat is nog dat... steeds geen antwoord op mijn vraag. Je hebt, je hebt dus een rood scherm gekregen door deze twee mensen. Wat vind je daarvan? Nee, ik denk niet dat ik door hen een rood scherm heb gekregen. Ik heb een rood scherm gekregen omdat ik het simpelweg zelf okay. te, die test gewoon verguid, niet heb ingevreden. Ja, ik ben blij ja, dat ja, je het zo ja. ja. bekijkt. Ja, vind ik wel fijn. Ja. Ja, 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 het is jullie ja, lief voor elkaar. Ja, heel lief. Ik een, heel een lief. beetje te stoken ja. hier. Maar ja, ja, dat nee, ik zat wel altijd ja. denken, ja, eerlijk gezegd, ik kwam het natuurlijk mij niet ongelegen uit dat er twee uitgingen en ik nog eentje verder kon. wat dat, nou, betreft. Ja, ja, dat, dat, dat Dat had ik wel natuurlijk. Ja, Ik zat daar wel. En ik dacht echt zoiets van oké, er gaan inderdaad dus nu twee mensen uit. En ik was op zich best wel zelfverzekerd. verzekerd. Dus ik dacht van, nou, oké, stap je dichter bij de finale. En dan gaan er twee uit. Eigenlijk voor, ja. de, voor de kijker was het ook wel fijn. Want anders, hoe het er nu uit leek, zaten er zes mensen in de finale. Dus op zich, op een gegeven moment ja. moeten er ook gewoon wel mensen uit natuurlijk. Ja. En dat zijn dan helaas jullie in dit geval. Uh, ben, jij koos voor de filmpjes van Jelmer en Simone. Heb je er wat aan gehad? Nee. Nou ja, ik zit hier. <laughs> dus uh, nou ja, goed. Ik, heb er wel, ik ben er wel iets wijzer van geworden. Maar ja, niet, uh, ja ik zit alsnog hier. Nee, oké. Okay. Ja, meer ga je natuurlijk niet zeggen. Nee, ja. Ja, nee. nee dat ja. Ik ook wel. Uh, nou, de vervloekte eliminatie dus. Uh, waar is het bij jou misgegaan, Johan? Ik denk ver verwarring. Um, ja, je, je ziet gewoon, je kan niet alles zien, je bent niet overal bij. Uh, um, Nee, dus ik denk echt zeg maar dat er, ja, wat, hoe zeggen ze dat? Dat er zand in mijn ogen is gestrooid. Mm -hmm. uh, op zich wel typisch in een schreef je, <laughs> je wel genoeg op in de woestijn. Schreef je wel genoeg op? Hij ligt ja. daar. Zit hij vol? Nou ja, sowieso is natuurlijk uh, enerzijds gaat het natuurlijk over wat iedereen aan heeft en en hè, waar iedereen staat op de foto. Dat zijn natuurlijk dingen die je onthoudt uh, en opschrijft. Ja. Um, ik denk op een gegeven moment Niree zegt het ook heel duidelijk van het is heel belangrijk dat je ook ogen en oren hebt bij anderen. Mm -hmm. uh, dus inderdaad. Bontjes. Van, ja, ja, bondjes. Of gewoon inderdaad misschien voorzichtig bondjes. Dat mensen het, uh, later ook wel kunnen vertellen van oké, okay, dit en dit is gebeurd. Dit was verdacht. Uh, dus dat schrijf je dan ook op van anderen. Uh, en ik moest natuurlijk ook opschrijven van wat er met het geld gebeurt. Uh, ja. Dus ik heb vanaf de allereerste, the money. Ja, vanaf de allereerste opdracht dat uh, iedereen natuurlijk zelf gewoon geld kreeg. Uh, goed bijgehouden. Oké, okay. jij hebt een joker gekocht. Jij hebt het geld weggegeven. Je hebt ook alweer een joker gekocht. Dus uh, dat was wel een beetje de administratie die ik nog bij, uh, bij hield. Maar ik moet wel zeggen: uh, dit seizoen het is lastig om penningmeester te zijn. <laughs> Als niet al het geld zeg maar bij de penningmeester. Nee, dat is ingewikkeld. Echt... Ja, ja. Dat was zo'n bizarre draai aan het spel. Ja, ja. ja. wel heel leuk. Ja, maar het maakt ja. het wel lastig. Ja. Ja. Ben, jij zegt in je aflevering dat je nog heel erg spreidt. Je noemt vier namen, waaronder de twee jongens hier. Ja. Uh, <laughs> Dacht je na je rode scherm wel te weten wie de mol was? Zeg maar meteen daarna, vlak daarna, dacht je shit? Nou, daar was ik niet mee bezig. Oké. Okay. Er gaat eigenlijk van alles door je heen op zo'n moment. En uh, ja, je bent met van alles bezig, behalve dat eigenlijk. Ja. En later ga je er wel over nadenken. Dus ik denk een vermoeden te hebben. Maar goed, ja, blijf bij denken. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, maar je maakte wel Nire penningmeester. Ja. Was dat, waar, waar was dat op gebaseerd? Ja, die zat lekker dichtbij, die zat naast me. Nou, dat geloof ik niks. Van. Nee, ja. Die zat waar, lekker waar naast me. Toch? Ik denk, nou ja, lekker makkelijk hier, alsjeblieft. Ja. Is dat het echt? Ja. ja we moesten ook ja. vrij snel weggaan. nooit Dat was eigenlijk <laughs> gewoon die zitten lekker naast mij afgeven. Ja, wegwezen. Het is ook, we moeten ook vrij snel weggaan. Het was niet zo van, ja, je het kunt het nog even leuk. blijven hangen, afscheid nemen, knuffelen en uh, kussen. Nee, dat kan allemaal niet. Nee, dus nee hier, oei, oei, alsjeblieft, wegwezen. Fijne ja. dagen. Ja, dus ja precies. Ja. Ja. Dat betreft, je moest ook weer er vandoor. Time, jij ging wel door naar aflevering 6. Ja. Verdeel en heers. En het begon met de opdracht, uh, met de enveloppen, en uh, jij hebt daar heerlijk gelogen over wat er in je envelop zat. Ja, klopt. Ja. Uh, ja vond ik... je dat lastig? Uh, nou, ik had dus de pak af envelop. Ja. En ik zei dat ik het geld had. En dat zijn inderdaad als Uiteraard. reactie op Simone van. Ja. Uh, oh, dat vind ik heel gek dat jij het geld hebt, want ik heb dat. <laughs> ja. Nee, er is niemand die dat, die dat kan controleren natuurlijk. Dus nee, daarom, daarom. En ik had ja. in mijn hoofd wel een beetje bedacht van... Nou, als ik dit heb en, en Jelmer zegt dat hij geld heeft... dan heeft waarschijnlijk en met de vrijstelling... en dan die en dat. en dan dus ga je een beetje denken natuurlijk. Dus ja. En jij vraagt van of ik dat lastig vond om dan te liegen daar. Uh, nou ja, goed, we hebben natuurlijk best wel veel uh, moeten liegen... denk ik, naar elkaar toe. Of in ieder geval een beetje verdacht zijn of zo. Dus op zich ben je er wel een beetje in getraind en geoefend. Maar... Ja, het is natuurlijk ook wel weer anders in een hele grote groep dat je iets zegt. Of dat je dan zo dicht in elkaar staat. En je staat echt naar elkaar te kijken van: oké, okay, wie zegt het? Uh, hoe zegt hij het? Uh, gaat er een wenkbrauw omhoog? Dus dat maakt het wel anders liegen. Je, ander. had, je had de pak af. Had je op dat moment uh, in de gaten uh, waar de vrijstelling zat? Ja, ik had het vermoeden dat hij bij Emma zat. Ja, daar ja. zat hij ook. Maar... Ja, ja, precies, okay, ja, ja, precies. Daarom. Dus dat dacht ik toen inderdaad. Die dat had je, je ook was aangewezen als je die kans had ge gehad, zeg maar. Vervolgens zaten jullie eh, met een uh, prachtig uitzicht aan de lunch. Uh, ja. Was je jaloers uh, dat je niet op die berg stond, net zoals uh, in of, of zo? Wat was het? Uh, dat ik daar hing aan die berg. Nee! Nee, oh. verschrikkelijk! Nee, want uh, Hila vroeg van, ja, wie is er een beetje een waaghals en zo? En ik dacht, oh, nou lijkt me wel gaaf om iets spannends te doen of zo. Maar nee, ik, ik heb hartstikke hoogtevrees. Ik vind dat dood en dood en dood hing. Dus als ik daar had gehangen, moet je, ja, je hangt ook gewoon en je ziet ook van maar Emma of niet regen vol tegen een rots aan klappen. Dan hangt misschien nog een matrasje, maar voor de rest helemaal niks. Dat ik echt denkt... Nee, echt dood en dood en dood denk. Dat je ook daar moet, moet bellen, ook met die mensen. Nee, ik, ik krijg nu al kippenvel. En mijn handjes gaan helemaal zweten en, en, en trillen. Nee, 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 nee. Dat is helemaal niks van mij. Dus ik was heel blij dat ik lekker naar boven zat. Lekker een beetje te kijken naar de Dober. De, de en, uh, ja. en het lekker te eten. Dat was heel lekker. Ja precies. En je moest heel veel onthouden natuurlijk. Had je ja. nog een beetje rust in je hoofd om nog bezig te zijn met het spel wie is de mol? Nee, nee, nee. Je nee. ziet me ook al een beetje alle kanten op vliegen. Want dan gebeurt achter ons wat. En we hadden zoiets van. Ja, die twee die zijn waarschijnlijk ergens daar. En dan ja. ga je ze zoeken en je ziet nog een draadje hangen. Dat je denkt, is dat heeft dat er mee te maken? Dat kan ook gewoon iets anders zijn. Dus... Ja. en ondertussen moet je natuurlijk ook opletten. En er gebeurt het een hele veel. Dus ik vond het heel, heel, veel. Of zo. We hadden net uh, die dadelpantage gehad. Dus het was best wel uh, pittig zo achter elkaar door. Ik zat best wel vol, merkte ik. Dus ik kon niet zo goed meer onthouden. En Jelma vond het vrij irritant volgens mij. Die zegt de hele tijd: <laughs> goed. Dimmen nou is goed. Dimme, even dimmen nou. Hou het even in je hoofd. Maar ja, dat was lastig. Eén ding was wel natuurlijk opvallend. Dat is dat jullie uh, daadwerkelijk verwachten dat je voor 30 euro daar kon lunchen. Ja, en het was een van de duurste restaurants, misschien het ja. uh, grootste duurste hotel daar in Normaan. Dus wat dat betreft, ja, Diana was daar geweest. En, uh, soort, Hoe kom je ja. dan bij 30 euro? Ja, dat is echt, denk ik, dat spel. Dan denk je gewoon, je zit zo in het moment en als je daarnaar kijkt, dan denk je inderdaad, denk even logisch na, maar kijk, de kijker die zit gewoon lekker thuis op de bank en die ziet het gewoon en die denkt, oh, nou, uh, hè, dat is toch onlogisch of zo. Maar wij zitten net uit die daderplantage. Je zit van alles te onthouden. Achter je hoor je af en toe een keer iemand gillen en je belt dus met die twee die daar ergens hangen of zo dat dus je bent totaal met alles bezig en je dan kan gewoon niet relativeren van nee. nee en dan die ober hoe heet hij nou want het liep daar toch een abdul ja, rond. en ik zeg op een gegeven moment ook nog een keer van heet hij nou echt zo of heeft hij nog een andere naam of zo maar hij ja abdul of archie ja hij heeft heel vaak gewisseld van naam dus volgens mij weet hij het zelf ook niet nee maar maar toch was het blijkbaar ineens archie dat was dus het goede antwoord ja ja volgens mij wel toch ja, nou, u, ja. Nou, ja maar goed je moet je voorstellen je zit er van alles ik keek de hele tijd naar zijn kruis dat was heel ongemakkelijk maar dat was omdat hij een riem had daar met, uh, met een soort uh, land erop of zo dus ik dacht oh want uh, dat zei dat zei jij maar van ja daar zat een land op zijn, op zijn riem dus ik keek uh, de naar de riem en oké okay, misschien dat hij nu weer een andere riem om heeft nou dat was hij niet was zo. ook wel ongemakkelijk om dat in Omaan te doen ja tuurlijk 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 ik zat gewoon op ooghoogte naast hem tenminste de, de hoogte was een kruis dus wat dat betreft, dat was niet uh, nee die man dacht ook oh, doe maar een andere naam misschien dat hij dan vergeet wie ik ben nee dus dat was niet nee, nee maar je moet je, je gaat op al alles letten om het maar te onthouden. Maar ja, goed, ook op dus iemand's kruis? Ook op iemands kruis. Heb je dat vaker gehad tijdens het avond? Ik heb vaker op iemands kruis gelet. Dat durf ik wel te zeggen. Ja. Maar goed, ik wist niet dat we in zo'n podcast zaten hier. De T kijkt. De TV. We even... Wat wil je nou? Wat wil je weten, Max? Volgens mij. Uh... Handen, boven ja, naar, handen boven de tafel. We gaan naar. We gaan naar je laatste test, team. Ja. Uh, en volgens mij voor het eerst ooit een uh, staande uh, eliminatie. Dus iedereen stond. Uh, wat was je gevoel? Nou, je met... het, zegt in het een, ja. Voor het eerst een staande eliminatie. Is dat echt? Ja, jij bent echt een man. Ja, ik, ik heb het ook het nooit maar. eerder gezien. Dus, nee, uh, ja, misschien in het buitenland, maar in Nederland heb ik het maar nooit gezien. Maar uh, wat was jouw gevoel toen je daar stond? Of voordat je je scherm kreeg? Had je, had je er een goed gevoel bij? Of? Nou, heel eerlijk. Kijk, ik vond het spel gewoon best wel ingewikkeld en intens. En dat, dat zie ik ook aan mijzelf als ik daar sta. Want ik zie daar gewoon een hele vermoeide man staan. En ik weet niet, misschien zagen jullie dat ook wel. Gewoon iemand die er echt gewoon best wel doorheen zat. Dus. Kijk, ik uh, kreeg vaak te horen van, oh, irritant, er vliegt alle kanten op en zo. En dat is ook zo. Maar aan de andere kant is ook, de keerzijde van de medaille is wel dat ik het ook gewoon... Ja, ik vond het gewoon heel ingewikkeld, het spel. Ik ben gewoon echt een mensenmens. Ik vind het leuk om gezellig met andere mensen te kletsen. Alleen, dit spel kun je gewoon niet mekaar vertrouwen. En dat vond ik wel heel ingewikkeld. En daar zie je ook wel dat ik echt. Ja, ik zie het gewoon aan mezelf. Dat ik het gewoon echt niet meer leuk vond, eerlijk gezegd. Dus, dus, oh. mm. dus, uh, uh, dus, dus het spel vind ik echt fantastisch. Het avontuur was geweldig. En ik ben de makers ook heel erg dankbaar dat ik dit mocht doen. Mm -hmm. Alleen, ja, weet je, je weet nooit waar je aan toe bent. Je kunt eigenlijk de makers ook natuurlijk op een of andere manier niet vertrouwen. Want die zeggen gewoon mm. hoogstens dat je een korte of een lange broek aan mag. Maar voor de rest zeggen ze niks. Je kunt ze helemaal niet vertrouwen, want dan nee. sta je in Wie is de Mol. Klopt, klopt, klopt. Alleen natuurlijk, dat zijn dan nog de makers. En dan heb je ja. nog medekandidaat medekandidaten die je helemaal niet kunt vertrouwen. En ik, ik heb dat wel echt ontdekt dat ik dat heel lastig vond. Nou, ja, heel ik, dat, dat, vor, vorige week sprak ik Tessa en die zei eigenlijk hetzelfde. Dat ze ja, echt heel veel moeite mee had met al dat liegen en dat je ja, niemand kon vertrouwen. Daar zijn wij een beetje hetzelfde in. Dus ja. daar dan lijken we wel een beetje op elkaar. En dat maar, vond maar, maar ik zeg, echt ook wel prettig om Zij, Zijn jullie daar dan wel goed genoeg op voorbereid? Want uh, je wist natuurlijk niet dat je aan Wie is de Mol meedeed. Maar dat het zo intens zou worden. Nou, dat ze je het hebben me natuurlijk eerst mee leuk vindt. Ja, nee, ze hebben me natuurlijk hebben we uitgekozen. Omdat ze denken dat hij het kan. Dus dat ja. hebben ze niet voor niets gedaan. Dus dat heb ik mezelf ook voorgenomen en voorgehouden. Mm -hmm. En aan de andere kant, weet je, er is hele goede begeleiding. Dat vind ik heel fijn. En ook na het programma. Dus ik heb, heb ook psychologen die ons van tevoren hebben gecheckt. Maar ook na afloop mm -hmm. heb ik gewoon nog wel eens een gesprek met iemand gehad daar. En die zei ook: van. Ja, weet je, we hebben zo vaak wie is gemaakt. En je hebt ook mensen zoals jij er tussen die wat misschien iets gevoeliger zijn daarvoor. En het is helemaal niet gek, want er zijn wel meer mensen zoals jij die ook mee hebben gedaan en dat precies hetzelfde hebben ervaren, wat ik heel fijn vond, want dat was heel herkenbaar. Maar ik dacht, oh ja, het is dus niet gek en ik ben daar gewoon iets gevoeliger voor dat ik het lastig vind als ik mensen niet kan peilen en het niet kan snappen. En dat vond ik, dat vond ik heel ingewikkeld. Dus als je vraagt aan mij van, had je het gevoel hoe je die test had gemaakt, of je het goed had gedaan of slecht? Eerlijk gezegd, wilde ik een beetje naar huis toe nee. en dat heb ik ook in mijn afvallersdagboek neergezet en geschreven van ik, ik was er gewoon klaar mee en het is het spel is fantastisch je keek het als kind maar als je het zelf beleeft ja dan is het wel echt even andere koek en dat had mm. je niet even in de woestijn kunnen zeggen ja, ja. Dan Johan wanneer uh, ja, dat is eigenlijk wel heel lullig. nee dat is echt heel grappig zeg dit. Nee, Ja, nee dat is, dat is Ach, heel nullig. dus nee maar ik dacht bij de woestijn had ik het ook al dus nah, ja. Nee, waar. nee ja ik wilde eigenlijk ik had iets van jongens moet ik nog door moet ik nog door en toen ging ik dus door en toen dacht ik nou goed daar gaan we ook mijn beste van maken ja nee dus mijn het klinkt heel ondankbaar denk ik, want u, nee. ik kan me voorstellen dat nee, nee, mensen kijken en denken goed. ja, je doet ja. een van deze fantastische programma. Dat snap ik ook, dat mensen dat denken ja, had er niet meegedaan. Nou, ten eerste wist ik niet waarom ik me voor opgegeven want het was dan de game. Ik wist niet dat Wie is de Mol was. En ten tweede, ja, als je het doet, ontdek je pas hoe het is. Maar, maar als, is je, het. Als, als je wist dat het Wiesemol was, had je je dan niet opgegeven? Had ik me ook zeker opgegeven. Ja, nou dan. Want ja, je kijkt er toch. Alleen, ja. het is gewoon zo anders als je er zelf in zit en het zo meemaakt. En echt, je bent ook nog eens een heel ver land, ver weg. Je ja. bent met negen andere onbekende mensen, voor jou ook, dus wat dat betreft. Ja, dat had ik uh, onderschat, denk ik. Je maar... kunt misschien ook niet inschatten. maar, maar er is ook bewijs natuurlijk dat het heel erg intens is. Wat er is in België twee jaar geleden is de mol ja, gestopt omdat klopt. hij het gewoon te intens vond. Dus ja. die is midden in de serie is hij eruit gestapt en gezegd: Jongens, to do the dokie ik doe het niet meer. Zoek ook heel aan, dapper dat maar een andere mol zeker. Maar dat is en dan heb je dus zo'n rol. Je weet dat je alles mag meemaken, je weet eigenlijk precies wat er gebeurt, en zelfs dan is het gewoon nog intenser? want intense van die mol was nog voorbereid zelfs, die Zeker, wist gewoon wat er ging komen en wij wisten dus ja. niet wat er ging komen en ik ja. ben misschien ook een beetje een control freak wat dat betreft dat ik het ook lastig vind om die controle los te laten. dus had je geen soort van molvrije moment op je hotelkamer dat je echt met iemand zei van oké okay, nu gaan we het gewoon even niet over het spel hebben, want ja. dat heb ik wel echt gedaan ja. met sommige... ja nee, maar dat, dat heb ik dus van... als ik terugkijk, uh, uh, als ik terugkijk in de tijd dat ik denk van oh ja had, wat had ik anders willen doen, dan had ik dat meer gedaan. dus ik ja. moet wel zeggen, tuurlijk als je een keer een momentje had dat ik met jullie aan het kletsen was, dan was ik wa ik was gewoon mezelf. En en ik vond het gezellig maar ik had altijd in mijn achterhoofd wat Tessa voor me ook een beetje had dat ja je maar dat denkt... merkte je ook wel aan jou ja, ja. Ik, ik, ik had dat op een gegeven moment ook wel aan je door ja. ik dacht van ja, je, ja dat je soms wel op een bepaalde manier ja reageerde dat ik al dacht van nou ja, ja hij is best wel gereserveerd zeg maar klopt en ik was ook gereserveerd ja. wel dat ben ik in wezen niet nee. of zo en ik ben ik ben niet zo open... dan dan alles te vertellen of zo maar ik ben wel iemand die het daar heel lastig vond en ik dus ook heel veel met mijn vertrouwenspersonen ging bonden want ja met haar was mijn beste vriendin die kon ik tenminste wel gewoon vertrouwen en dat dat merkte ik wel dat ik dat gewoon ingewikkeld vond. En dat ik het soms ook, ja, dat ik soms ook met iemand van de crew even ging kletsen of zo. ik wist, ja, die speelt tenminste het spel niet. Mm. Snap je hoe gek dat is? Ja. Ja, maar ja. Ja, misschien ook niet gek. Dat hoor ik dan, uh, tenminste, dat zei Maar uh, ja. stel bijvoorbeeld, je had mij gevraagd over uh, mijn jeugd of, of waar ik werk of wat dan ook. Had je dan echt het, het achterdocht van, oh, vertelt hij nu wel echt, zeg maar, het verhaal? Ja, nee, ik geloof, ik geloof het wel. Want we hebben ook dingen besproken met elkaar over verleden en dat soort dingen. Dus dat geloof je wel. Nee, zo? zo snel ga je over dan... Als je dan in zo'n verhaal met iemand nou, zit... laat ik het ook zo dan zeggen. Dan ga je heel snel... Ga je, ja. Dan kop je iets anders erin. Ja, en dan maar, zit je ergens anders op. Ja, het zeg maar. zat hem er voor mij ook in dat je dus eigenlijk nooit rust hebt. Het spel stopt niet. En dat is wat voor mij dus... Dus op zich, ik kan echt wel mensen vertrouwen. Ik denk, als jij het zegt over je verleden of zo... Nou, dan geloof ik dat, dat je uit Friesland komt. Geloof ik, ik ook dat je geen Limburgse accent hebt. Dus het zal wel waar zijn. Maar um, wat ik dus wel had, is dat je dan bij het ontbijt zit met z'n allen. En je denkt, nou, lekker pannenkoekje eten. En dan op een gegeven moment begint iemand weer over die pot. En dan denk je, verdorie, daar zijn we alweer. En dan is die, voel ik alweer mijn nek hard overeind gaan. En dan die intensiteit van het spel die klemde zich een beetje om mij heen als een soort, nou ja, goed, de handen om de hals. Het was een beetje, gaf mij heel veel spanning. Dus het stopte gewoon niet. Was dat voor jullie in mindere mate misschien ook zo? Of hebben jullie echt puur kunnen genieten ook? Ik, ik heb echt genoten van elk moment. Ja. Nee, wat ik zeg, ik heb echt. Ik, ja, ik, ik respecteer hè, wat, wat, wat een Tessa heeft meegemaakt, wat jij hebt meegemaakt. Ik kan me ook echt wel voorstellen dat dat zo is. Tuurlijk. Um, ik denk dat ik heel bewust wel echt die momenten ook heb opgezocht. Um, met als ik dan een kamer deelde met iemand, dat we ook zeiden van. En nu gaan we het gewoon even gewoon het over andere dingen hebben. Gaan we het niet over het spel hebben? Even normaal doen. Ja. En ik ja. merkte juist ook dat als je dan um, die opdrachten had gedaan en je zat weer even op je hotelkamer met de, je kamergenoot. Dat je het dan toch even over kon hebben. Een stukje soort van verwerking van: oké, okay, wat hebben we nou eigenlijk allemaal meegemaakt? Dan heb je het er even over. En dan is het ook klaar. Want dan weet je, oké, okay, mijn molboekje is weer bijgewerkt. Ik kan het molboekje nu op mijn nachtkastje neerleggen? Finito. Mm -hmm. um, ja, en, en gewoon, ik heb heel veel momenten gehad dat ik echt dacht van: oké okay, Johan, anders had je gewoon nu achter je laptop gezeten op kantoor. En je zit hier gewoon nu in de woestijn. En wat normaal een soort screensaver is, weet je wel, daar, daar zit je dus nu echt in. Ja. Dat ja. was echt. Ja, ik heb heel ja. veel van die momenten gehad van van oké, okay, geniet even van uh, waar je op dit moment mee bezig bent. En het bizar is dat gewoon niemand het op dat moment weet. Nee. Dat jij daar zit, dat je nu midden in een zoek staat te rennen. Uh, terwijl je collega's allemaal denken dat je in mijn geval in, uh, in Kaapstad de uh, Tafelberg aan het beklimmen bent. Oh ja. Ik vond Ben bijvoorbeeld fantastisch dat wij op die kamelen zaten. Wij zaten vast met elkaar aan die kamelen. En Ben zei af en toe: van, Ja, wel blijven genieten. Terwijl ja. ik op dat moment helemaal de. Oh, en mensen en dit. En dan, en dan zei hij dat weer. Dacht ik: Je hebt ook helemaal gelijk. En dan ging ik om me heen kijken. En dan kon ik ook echt wel even genieten van die woestijn. En daarna werd ik weer helemaal bezeten. Want zei hij weer: Jongens, wel genieten. En dan denk ik: Oh ja, is ook zo, man. Het is, ja. het is ook super gaaf wat we meemaken. Heb je genoten, Ben? Ja, enorm. Wat is voor jou het Ik hoogte? denk te veel zelfs. Oh ja. Nou nee, ja, goed, ik, ik ben het spel begonnen heel scherp, heel gefocust, heel erg analytisch en dat heb ik langzaam aan mijn hand heb ik dat een beetje losgelaten en inderdaad ja, ik ben steeds meer gaan genieten. Ik heb eigenlijk mezelf een beetje in slaap gesust als ik het zo mag zeggen. Oh ja. Dus ik ben steeds meer het genieten is jouw verhaal geworden. Denk het wel ja. ja. Er steeds wat losser geworden, steeds wat meer gaan genieten, steeds meer tegen mezelf gaan zeggen: "Oh, kijk nou wat je allemaal al hebt gedaan tot nu toe." Dus een beetje dat tevredenheid de mm. inslijpen, zeg maar. Dus Een beetje de gretigheid verloren, ja, wat was ik... voor jou het hoogtepunt? Het hoogtepunt, um, ik denk toch wel de strandjesdag om hem zo maar even ja. te noemen. Ja, ja ik, ik denk dat... Terug, ja. ja, dat is gewoon, dat is dat was echt fantastisch. Ja. Um, lekker sportief, lekker nadenken ook. Ja, zo'n dag gaat gewoon heel snel. veel rustmomenten gehad met jou, maar jullie moesten wel vaak twee minuten even oh. wachten. Dus. Ja, dat waren momentjes ja. dat je even, ja, Dat, dat je even, dat waren, dat ja, jezelf wel op hoor. Even twee momentjes dat we even goed rust konden pakken inderdaad. Ja, daar konden we weer tegenaan. Ja. Maar dat is ook wel grappig, hè? Dat je tien kandidaten hebt en iedereen heeft het totaal op zijn eigen manier beleefd. Als jij ja. zegt van jezelf een beetje in slaap gesust, eigenlijk te veel genieten, dan denk ik: Oh ja, zo kan het natuurlijk ook. Dat ja. kun je ook. En dan zit ik helemaal aan de andere kant, helemaal in paniek en uh, in de heftigheid. En jij weer op je eigen manier, Johan. Ja, en die helikoptervlucht was ook echt voor mij het hoogtepunt. Ja, echt. Ik heb nog heel vaak. Luk. Ja, exact. Ik heb nog heel vaak dat ik zeg maar nu in de sportschool sta, dat ik dan echt niet meer kan. En dat ik denk, oké, okay, weet je Johan, je hebt gewoon uh, mensen met een achterstand, heb je gewoon, uh, of niet mensen met een achterstand. Oh, <tiedacht> ik, ben, oh, zei, ik denk, wat zegt je nou? Je hebt en een achterstand drie mensen ingehaald. Dit wordt je kop van je, dit wat je, kop, je zult nog een kop van je filmpje en zo, Dit wordt Ik heb mensen ingehaald met een achterstand. Nee, dit knippen we er niet uit hoor. Nee, dit moet je erin houden. Dat is we heel Leuk. Hij oh, komt zo terwijl. gezellig van tevoren uh, naar voren, maar dit is de echte Johan, mensen. Uh, oké. Okay, Met een achterstand. Met een achterstand ja. heb ik drie mensen ingehaald. <laughs> dus ik heb nog momenten dat ik echt in de sportschool sta dat ik denk oké, okay, weet je, zie, zie weer even die, uh, die helikopter voor je, ren, en dan, uh, ja, dan weet je, dan kun je heel veel bereiken. Ja, ja. Je, moet gewoon, je moet gewoon dat fragmentje <laughs> van de Hila moet je gewoon op je telefoon exact, hebben. Ja. Ja. Ren, en ja. dan dan kun je weer of zo. Keihard, ja. In de sportschool. <laughs> uh, t uh, jij vond alles uh, vreselijk. Dus, uh... Naar huis gaan, dat was voor hem zo hoogtepunt. Nee, nee, nee. Maar, maar nee, wat is voor jou het hoogtepunt? Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. nee, het is wel he? bij vlagen natuurlijk. Dat is de intensiteit nee, van het spel. Maar goed, dat snappen jullie. Maar maar, uh, nee. ja, ik kan natuurlijk zeggen, letterlijk die helikopter. Dat was ook heel gaaf. Maar ik weet nog van het moment dat we uh, in het pretpark met die uh, creepy dolls. Dat was, dat was voor mij het moment dat ik echt dacht ja, nu snap ik het spel. Nu vind ik het ook tof. Want ook moet wel zeggen trouwens dus in die heel fijn dat we dan die kaders hadden van dit is de opdracht je hebt een uur en dan ga je er ook voor mm -hmm. en daar ja. dacht ik wow ik kan mezelf zijn uh, mijn enthousiaste gekke ik en irritant zijn en dat gewoon inzetten dus ben een beetje pest als hij dan de portefeuille vast heeft ik kan nog een joker kopen als ik een beetje snel ben snel dat geld pakken dus denk wow alle persoonlijke dingen dingen die in mijn persoonlijkheid zitten kan ik gewoon inzetten om verder te komen in dit spel en dat vond ik echt een magisch iets om te ontdekken dat ik denk wow ik snap het ik heb het begrepen dus dat was echt mijn ja bij far favo opdracht uh, die we gedaan hebben en natuurlijk ja midden in de nacht in een pretpark doeting ja. met die poppen en laser games ja dat is gewoon ja, dat was, echt, dat was echt gaaf. Goed, jongens. We gaan langzaam afsluiten. Aanstaande vrijdag. Tot wel Gezellig eigenlijk. Ja, we kunnen zo meteen nog even doorpraten. Ja, heel goed. Tot goed. Aanstaande vrijdag is de halve finale en de finale van dit seizoen. En dan is het alweer voorbij. Uh, en uh, er is volgende week helaas geen podcast, moet ik er wel even bij zeggen. Maar ik spreek wel de laatste afvallen en de finalisten. En dus ook de Mol uitgebreid over een avontuur in een video-item op de Telegraaf. Zondagochtend te zien op telegraaf.nl en op ons YouTube-kanaal. Met dank aan de Avrotros voor hun medewerking aan deze podcast. En uh, Ben, Johan en het jullie super bedankt voor het komen. Ja Jij bedankt voor de uitdaging. Ja. En voor jullie openhartigheid. Dat is uh, allemaal heel erg mooi om, 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 te, om te horen. Dus uh, super bedankt. En uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Doei doei. Of zo? <laughs> doei. Jojo. Jojo. Jojo.